Oh, wacht, ik moet er vanaf nu. Ah! Oh, wow. Daar gaan we. Ik heb het nog niet gezien. Nog niet gezien. En... holy shit. Alright guys, daar gaan we weer op pad. Vandaag, zoals je kan zien, is het weer mooi weer. We gaan vandaag naar de waterval op Co. Dat is wel tof. Daar gaan we kanoën, canoeën. En misschien gaan we wel naar Popzak Co, zo heet dat daar. En dan gaan we daar eventjes met de bobslee naar beneden. Dat is wel cool. Dat leek mij in ieder geval leuk. Dat wil ik altijd wel een keertje doen in mijn leven. En misschien is vandaag wel de dag. Maar we gaan eerst in ieder geval kanoën. En dat gaat ook genoeg tijd kosten. En dan gaan we vandaag weer een... leuk avontuur beleven. Morgen is de race. Ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in. We hoorden al de hele tijd ook allemaal autogeluiden. Misschien dat jullie het ook horen op de achtergrond. Volgens mij is er momenteel een race gaande. Ik hoop dat jullie vandaag weer gaan genieten van deze nieuwe dag. Yo, daar zijn we weer. We zijn hier aangekomen bij de watervallen. Nou, zoals je kan zien, een hele dikke waterval daar zo. Normaal zou je hier zo in deze rivieren zou je zeg maar ongeveer lekker kanoën en doen. Alleen omdat er echt weinig regen is gevallen en het is zo lang al zo droog, zoals je kan zien ook, staat het best wel heel erg droog. Is dat niet echt een mogelijkheid? Want nu hebben ze gezegd van ja, je moet hier en daar moet je naartoe. Want dan kan je er wel naartoe. En dan, uiteindelijk zit je dan gewoon op een of andere rivier. Dat zie ik in ieder geval niet zo erg zitten. We zitten hier gewoon random een dorpje trouwens. Waar we doorlopen. Alleen we zien hier Plopsa en Co. Dus we gaan eens even kijken of dat wat is. Misschien is dat wel leuk. Er is hier ook een bobsleebaan. En Stefan die heeft een beetje hoogtevrees, dus die vindt dat allemaal een beetje spannend. Maar dat vind ik misschien juist wel geinig eigenlijk. We kunnen ook nog eens even een smoothie nemen. Of een pannenkoek en een wafel. Een Belgische wafel. Maar in ieder geval, we zijn dus nu in Co. En het is hier wel echt zo'n leuk ouderwets dorpje. Ziet er echt super leuk uit. Ja, we gaan gewoon even kijken wat we nu gaan doen. Want we weten ook eigenlijk... waar lopen we eigenlijk naartoe, Stefan? Oh, hier. Welkom. Plopsa Co. Nou, we gaan eens even kijken hoe duur dit is allemaal. En dan gaan we kijken of het leuk is om te doen. We zitten hier wel gewoon nog steeds in zwembroek. Dus wie weet als we straks denken van... hey, weet je wat? We gaan wel gewoon canoeën. Dan kunnen we dat altijd nog doen. Ziet er in ieder geval wel leuk uit hier zo. Lekker spul, zeg maar. Maar ja, het is dus een beetje jammer van het water dat het zo laag staat. Maar ja, dat hadden we op zich ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Het is wel echt super lekker weer, maar de draag van een masker wordt weer verplicht. Dus trouwens sowieso overal hier. Ja, weet je, we moeten wat. Dus we gaan deze dag gewoon even weer overleven op deze manier. En we zien vanzelf wel. Nou, dat klinkt echt reuze interessant. Oh, hier heb je die waterval, hè? Dit is gewoon de waterval. Wauw. Wat vet! Wauw! Ja! Het ziet er wel lijp uit. Ik ben benieuwd hoe warm dit water is. Oh kijk, daar kunnen we erin. Nou, wij gaan eens even kijken of we hier naar binnen kunnen komen. Wij zien jullie allemaal snel. 12 seconds later. Nou, het is gelukt. We zijn binnen. Het heeft even geduurd, want het ging allemaal niet helemaal vlekkeloos. Maar ja, we lopen nu hier zo in Plopsaland. Maar ja, dat is op zich ook wel goals. We gaan even voelen hoe warm dat water is. Daar ben ik serieus nieuwsgierig naar. Daar gaan we. Dompie dom. Holy tering, dat is koud, hè? Ho, zo. Het is wel lekker. Ja, lekker koud. Nou, wij gaan dus gewoon even een rondje lopen hier. We gaan kijken wat we allemaal kunnen doen. Misschien moeten we wel via Plopsaland naar binnen. Ik heb mijn god geen idee. We gaan het allemaal zien. Jullie gaan het allemaal zien. Het loopt allemaal even iets anders dan we hadden verwacht vandaag. Maar ja, wanneer loopt iets wel zoals je plant, toch? Dat is een beetje het leven. Nou, dan gaan wij, doe ik weer mijn mondkapje op voor de netheid van de andere mensen. En dan gaan wij Plopsaland even verkennen. Nou, daar zitten ze hoor, in het karretje. Nu nog laag, straks helemaal daarboven. Stefan die heeft een beetje last van hoogtevrees, dus dat is niet ideaal. Maar dit ding is zwart en het is een partij warm. Holy moly, kan Stefan ook kijken hoe hij zweet, hè? Arme knaap. Ik doe lekker dat mondkapje even in mijn zak. Het is donderop, kut mondkapje. Nou, ik zit wel lekker, moet ik zeggen. En we gaan dus helemaal naar boven. Lekker chill, windje. Oh, lekker windje. Lekker fris. Kan je maar in één keer gebeuren. Dat praat in één keer hier naar beneden knap. In één keer goed shirt. Nou, ik denk dat we dan best wel aan de ene kant hard vallen. Hier zo het water in. Aan de andere kant misschien is het ook juist wel chill dat we in het water vallen. Ja. Misschien dat we dan... ik denk dat het chiller is om hier in het water te vallen. Doet wel pijn natuurlijk. Maar dan daar zo midden in bomen of zo. Dat lijkt me dan wel minder.
Kijk, hier was de kraan afgelopen. Ja, hier ging je erin, ging je zo die kant op. Dan ging je helemaal verder. Dat was hem wel hoor. Nou, wij gaan genieten. Jullie gaan zo meteen ook genieten van het mooie uitzicht. Alright, zoals je kan zien zijn we lekker hoog. En het is best wel rustgevend dit, aan de ene kant. Aan de andere kant... Heel panisch. Heel panischmakend, inderdaad. Het is wel leuk. Ik hoop dat jullie een beetje die achtergrond van mij kunnen zien. En we gaan nog tering snel naar boven. Dit is gewoon recht trouwens, hè? Dus ja, twee mensen met hoofdvrees die dit doen. Super handig. Nice. Hallo Maya erbij. Hallo Vicky de Viking. Hallo Stefan Brinkman. Hallo Almost Normal. Maar kijk even. Wat zijn ze blij. Later, Niffels. Oké, we zijn aangekomen helemaal aan de top. We hebben een mooie foto gescoord, want ze maakt hier foto's en dachten... Nou, die moet ik wel hebben. Dat is wel leuk voor onze vriendschap. Nu staat het voor eeuwig vast op een plaatje wat fucking 10 euro kostte. We gaan helemaal naar boven, hè? En dan gaan jullie live onze reacties zien. We zijn er. Er is helemaal niemand, dus het mondkapje gaat direct weer af. Alright, guys. Daar gaan we. Ik heb het nog niet gezien. En... Holy shit. Wat een uitzicht. Wow, hè. Goh, je kan echt zo ver kijken hier. Wow. Dit is echt bizar. Het water daar zo. Heel veel water. Mooi blauw ook, hè. Ja. Weet je dat hier spa-water wordt gemaakt? Die spa? Je hebt de bron wel hier in de buurt zitten. Ja, dat zou je wel zeggen. Spa zit in ieder geval in de buurt. Heel leuk. Nou, wij gaan nog even genieten van dit mooie uitzicht. En dan zien we jullie straks weer terug. Nou jongens, dan gaan we nu weer de afdaling doen. Het mondkapje zit weer op, want dat moet natuurlijk. Zoals je kan zien zitten we nog steeds lekker hoog. We gaan lekker snel naar beneden. Dat wordt best wel leuk. We hebben hier ook gewoon een netjes plekje om te staan. En we hebben hier een dicht hek, dus we kunnen nog niet verder. Heb je er zin in, Stefan? Zeker. Ik heb het heel erg warm. Ja, ik heb het ook goed warm, maar ja. Hè? Ah, we mogen. Zo. Jongens. Ik moet aan deze kant. Deze kant vast. Yes. Hoppa. Oké, dat ben je. Yes. Bedankt. Dank u. Nou, daar gaan we weer. Oh, lekker aan het schommelen ook. Nou. Hier gaan we dan, hoppa. Ja, ik zie wel een toffe reuzenradje daar helemaal verderop. En ik zie daar zonnepanelen. Wauw, goeiedag, hé. Hey. Nou ja, daar gaan we dan. Yep. On our way to fuck your bitch. Ik bedoel naar beneden. Ik heb nu wel wat mijn slippers aan. Dus ik ben echt panisch dat ze afvallen. Dus ik heb me echt mijn vinger meteen zo. Nou, hè? Daar gaan we dan. Lekker genieten. Kijk dat koppie. Dat genietende koppie. Yo. Alright, daar zijn we weer. We zijn nog steeds aan het afdalen. Zoals je kan zien zijn onze grote vrienden zijn er ook weer. En we konden net zeg maar zo, kon je zien hoe je ging kanoën. Daar heb je ook nog zo'n stukje. Daar ga je helemaal zo. Dat was echt heel tof. Maar ja, dat kan dus nu niet. Dus vandaar dat we nu maar dit aan het doen zijn. Maar het is een mooi uitzichtje zo. Ik zit eigenlijk best wel lekker. Hoe zit jij? Ja, ik zit goed. Zit je nu wel? Hallo, bonjour. Leuke dame. Nou, daar zitten we dan. Ik word achterwaarts getrokken. Ik zit helemaal niet goed vast. Ik zit hier ook op die slippers. En daar is Stefan. Die wordt nu zo meteen naar boven getrokken. Oh, dit wordt wat weer hoor. Dit is weer een avontuur. Oké, over 50 meter worden we automatisch losgelaten. Dus dan... ik ga gewoon jullie zo vasthouden. En dan gaan we gewoon... Ja, hoe ga ik dat doen? Denk zomaar. Oké, ik heb jullie met twee handen nu vast. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik heb dit nog nooit gedaan. Oh, ik heb nog nooit gebobsleed. Het was dus gewoon wel op Plopsaland, wist ik veel. Er stond in één keer dat het niet zo was. Dus we gaan het zien. We gaan zo. Oh, ik ga langzamer in. Ik zie dat ik... Ineens. Oh, wacht. Ik moet er vanaf nu. Ah! Oké, okay. Lol, ik zit echt van de fuck. Stefan, ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay. Daar gaan we dan. Jonkie. Oké, okay, ik denk dat het meteen al zo kan. We beginnen lekker rustig aan.
Ik heb nog niet gerend. No braking! Win! Oh fuck, oh shit. Oké, twee handen vasthouden. Hoppa! Ze hebben het dus ook redden, maar we gaan het redden! Ja! Oké, dan gaan we weer omhoog! Neem maar een schotje! Let's go! Wow! Wow! Oké, rustig. Best wel geinig. Dat was best wel leuk. Nou, dan hebben we dat ook weer eens meegemaakt, guys. Even kijken of Stefan nog komt. En daar hebben we Stefan. Nou, dit was wel leuk. Dit was wel top. Nou, we gaan weer verder naar de volgende attractie. Let's go. Wij staan in de rij. Bij Maya erbij. Zijn erbij. Waarbij? Waarbij. We gaan nu boomstammetjes doen. Dat leek ons wel leuk. Zag je die boot? Welke boot? Kokosnoot. Nou, we zitten nu in de boomstammetjes. Ik moet geen foto's maken. Gelukkig maak ik ook video. Stefan, heb je het naar je zin? Ja, straks lekker nat worden. We gaan straks lekker nat worden. Zo. Gaat lekker ruig hier allemaal, joh. Ja. Oh, dit is het ook gewoon al. We gaan daar al naar boven en dan... In Walibi heb je gewoon echt een aantal gekke splashjes en zo. Hier is het gewoon één rondje en klaar. Het was wel super chill, dus het is echt nergens staan te rijden, dus dat is wel helemaal top. Ik ben echt panisch voor dit soort dingen. En ik zit voorin, dus ik ga lekker nat worden. That's what she said. Oh, wat heb ik er toch weer zin in, hè? Stefan, heb jij daar ook zo'n zin in? Ja. Zie je de dood in mijn gezicht? Ik wel. Oké, we gaan ook gewoon gelijk. Nou, dat jij bent helemaal niet nat geworden. Ik ben aardig doorweek. Doe snel mijn camera weg, later. Ja, toen stopte in één keer het beeldmateriaal. Letterlijk. Dit was het laatste wat we hebben gefilmd op die dag. De dag daarna was natuurlijk de racedag, de kartraces. Ik ga daar eventjes voor deze week een losse video van maken. Want helaas waren de GoPro beelden niet allemaal even goed gelukt. Want de GoPro die is heel erg naar beneden gaan hangen. Dus ik ga eventjes een kleine montage maken van de beste beelden. En dan gaan we die gewoon in een losse video op mijn kanaal zetten. Ik hoop dat jullie daar nog heel even geduld voor hebben. Maar dat komt helemaal goed. Dat wordt een toffe video. Thanks voor het kijken in ieder geval naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En zoals altijd zeg ik like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.